Jill en misschien ken je me van mijn televisieprogramma of natuurlijk mijn tekeningen op TikTok. En vandaag ga ik tekenen met gasten die uit allerlei verschillende landen hier in Nederland terecht zijn gekomen. Ze hebben de regenboogroute gevolgd en tekenen kent geen grenzen. Dus vandaag ga ik tekenen met Iana. Hoi. Gezellig dat je er bent. Voordat we lekker gaan tekenen en kletsen, kan je me even in het kort vertellen wie jij bent? Ik ben Kiana, ik kom uit Afghanistan en ik woon in Nederland over 3 jaar. En hou je een beetje van tekenen? Ja, heel veel. Kijk, dat komt mooi uit. Een echte tekenqueen, dat zie ik meteen. Voordat we lekker gaan tekenen, zullen we even op de kaart aanwijzen waar Afghanistan ligt? Ah, yes. Ja? Hier. Zo, dat is best lent, hè? En jij zei dat je van tekenen houdt. Wat voor dingen maak je graag? Nou, tadaa. Kijk, tadaa. Ja. Je hebt gewoon een heel boek bij je. Ja, ik hou van het tekenen van oogjes. Wat vind je daar zo leuk aan? Gewoon de oog maken, hoe je de gezichten, hoe de emotie. Dit patroon? Ja. Zullen we die even naar de camera laten zien? Ja. Die is wel echt... Moet je kijken. Dit heb je met vlekken gemaakt. Ja. Ik zeg ook altijd, vlekken bestaan niet, want je kan er altijd iets moois van maken. Mm-hmm. En dat is echt heel cool. En wil je vertellen welke emotie bij welk oog hoort? Dit is boosheid, dit is verdrietig en dit, ik weet niet. Ik wist niet wat ik moest doen, dus ik heb gewoon in. Nou, krachtig misschien wel. Je kijkt wel heel erg van, ik weet wat ik wil. Ja, ja. En voel je deze emoties wel eens? Ja. Ja? Op wat voor momenten voel je bijvoorbeeld boos? Boos misschien dat ik te laat ben of ik... Ik heb iets niet gekregen, dat ik heel hard heb gewerkt. Ja, niet zo. Dus je emotie herken je wel. En verdrietig? Ja, verdrietig als ik iets verloor. Of... Ja, ik mis niemand en ik kan ze niet zien die dag of zo, ja. En wie mis je dan? Ik mis een mijn oom, mijn opa en mama. En waar zitten die? Zitten in Afghanistan? Nee, ze zitten in Rotterdam. Oh, ze zitten in Rotterdam. Ja. Oh, dus je kan ze wel gewoon... Ja. Oh, nou kijk, dat scheelt al wel. Ja. Maar ik snap heel goed dat het je verdrietig maakt. Heel cool. En wat geeft jou kracht? Wanneer voel jij je op je sterkst? Misschien als ik heel goed teken, als ik iets heel goed doe of in de top van de klas ben. Ja. Nou, dat herken ik wel. Als jij aan het tekenen bent, voel ik ook, maar ook dat doe ik mijn allerbest. Mm-hmm. Nou... Je zei het net al, je houdt van tekenen. En dat komt mooi uit, want ja, je weet, ik hou ook heel erg van tekenen. Nou, dan gaan we lekker tekenen. En dan ga ik je nu laten zien hoe je een taart tekent. Okay. Ik begin altijd, en het klinkt een beetje gek, maar ik begin met het tekenen van een hoed. Oh. En dan zie ik je denken, waarom een hoed? Kijk, als je een ovaal maakt, dan teken ik aan de zijkant strepen. En dan teken ik nog een ovaal. Een hoed? Dit was een hoed. En is het een hoed? Ja. Je kan zoveel lagen tekenen als je wil. Hou jij van een 3-lagen taart? Ja, heel veel. Ja? Nou, dan zeg je, oké, dan doe ik er nog een ovaal mee. Een grote taart. Een grote taart. En over taarten en zoete dingen gesproken. Is er een bepaald toetje in Afghanistan wat je heel erg lekker vindt? In Afghanistan is het laoshak. Het is heel lekker. Laoshak is een, in Engels zeg je fruit letter. Fruit letter? Ja. Van wat voor fruit wordt het gemaakt, weet je dat? Je kan van alles. Cherries of zo, appels. Ik heb nooit laoshak op taart gezien. Ik ben Hussein Jafari. Ik ben vader van Kiana. Ik kom uit Afghanistan en ben een psycholoog. Ik ben cultureel adviseur voor Rode Kruis. Toen ik eerst in Nederland kwam, was alles nieuw. Het was koud, maar ik was blij. Voor Kiana het was een beetje lastig, omdat alles was nieuw. De school, de taal, maar... Na 3 jaar voelt zich in thuis. Ze gaat naar school, ze kreeg veel vrienden. Ze gaat naar de tekeningcursus en ze houdt van tekenen. Dat is heel, heel leuk. En je zei dat je sinds 3 jaar in Nederland bent, toch? Ja.
Dus dan kun je je nog wel iets herinneren van de reis naar Nederland. Toen ik voor de trein wacht. Het was echt koud. Was het koud? Ja, echt koud. Toen je in Nederland aankwam, bedoel je? Ja. Want in Afghanistan is het lekker warm. Ja, lekker warm. En als jij nu een taart zou bakken voor iemand die belangrijk is in jouw leven. Mm-hmm. Voor wie zou jij dan een taart bakken? Misschien mijn moeder of zo. Oké, dus we gaan deze taart voor mama maken. Mm-hmm. Wat maakt jouw moeder anders dan andere mama's? Oh, ze werkt, ze is in politicus. Ze was 10 jaar politicus en zo. Nu doet ze het niet meer, omdat het is niet zo veilig. Maar ze doet wel, ze werkt wel met een organisatie. Ja. Die voor vrede. Ze doet, ja. Fantastisch, wat een sterke vrouw. Mm-hmm. Heb jij als moeder? Ja. Dus jouw moeder is 10 jaar lang politicus geweest in Afghanistan? Mm-hmm. Ja. Zo. Ja. Dat is wel ontzettend bijzonder. Dat niet alle kinderen kunnen dat zeggen. En was jouw moeder ook vrouwenactiviste? Ja. Zo. En nu zorgt ze voor vrede, werkt ze bij een stichting, een organisatie eigenlijk, hè? Die voor vrede vecht. Ja. Inspireert jou dat ook? Geeft jou dat ook ideeën om later iets te doen wat zo belangrijk is? Nee, misschien... Nee, ik hou meer van tekenen. Weet je al een beetje wat je wil worden later? Een beetje, misschien animatie of zo. Iets creatiefs? Ja, creatiefs. En heb je een leuke klas? Ja, heel leuk. Ook heel veel praten. Ik praat niet zoveel, maar soms, ja. Waarom praat je niet veel? Omdat, nee, weet ik niet. Liever tekenen eigenlijk? Ja, liever tekenen. Wat voor momenten denk je nou, ik heb even geen zin om te praten? Misschien juf de juf iets vraagt en ik wil helemaal niet praten, omdat het is niet iets wat ik weet. Ja. Ja. Het is ook best wel eng als iedereen dan naar je kijkt en zo, toch? Ja, echt eng. Ja, ik vond dat ook altijd verschrikkelijk. Dan als er dan een vraag werd gesteld en dan al die ogen die op je komen. En dan wilde ik liefst gewoon onder de tafel duiken. Nee, echt duiken? Ja, gewoon de grond in. Die taart moet wel af natuurlijk. Ja. Ja. Is er iets wat jij heel graag op je taart wil hebben? Of waar mama blij van wordt? Gewoon heel veel fruit of zo. Iets heel lekkers dat ze leuk vindt. Zullen we gewoon lekker een grote tros druiven erbij tekenen? Ja, oké. Okay. Weet je hoe ik die altijd teken? Mm-hmm. Kijk, ik teken eerst een heel klein hondje. Mm-hmm. En dan daar aan vast maak ik een stokje. Mm-hmm. En dan teken ik rondjes. Maar je kan ook heel veel rondjes erachter tekenen. Ik teken niet zoveel met kleuren, omdat ik denk dat ik iets niet goed kan kleuren. Dus ik teken altijd in zwart-wit. Ja. Oh, maar ik zag in jouw schetsboek ook een paar hele mooie ingekleurde tekeningen. Ja. Dat is hartstikke mooi. Ja. Nou, onze tekening is klaar. Mm-hmm. En ja, je hebt me wel op een idee gebracht. Want ik vind het eigenlijk ook wel leuk om deze tekening gewoon lekker zwart-wit te houden. Mm-hmm. Ja. Dat is mooi. Ja. Maar je kunt het natuurlijk altijd thuis lekker gaan inkleuren. Ik ben ontzettend benieuwd naar al jullie mooie taarten. Stuur ze in, dat kan naar deze adressen. En vergeet niet even je duim omhoog te gooien. En als je nou nooit een video wilt missen, vergeet niet dit account te volgen. Kiana, superleuk dat je er was. High five. Prachtige tekeningen hebben we gemaakt.